Kun je in het kort zeggen wie je bent? Mijn naam is Stef Kleine-Staman. Ik ben 19 jaar oud en ik stel mezelf kandidaat bij de Provinciale Statenverkiezingen namens de politieke partij Belang van Nederland. Je bent voorzitter geweest van de Jongerenraad tot 1 januari, dacht ik. Je hebt in ieder geval afscheid genomen. Van waar deze stap naar de Provinciale Staat? Veel wat lokaal wordt besloten, wordt bedacht vanuit het provinciale. En daarom stel ik mezelf ook kandidaat, omdat ik vind dat het bepaalde beleid vanuit de provincie die overstroomt naar de lokale, dat moeten we natuurlijk veranderen. Op welke plaats sta je? Ik sta op de plek 3. Zijn er nog ook punten waar je speciaal voor sterk wilt maken? Een van de punten waar ik mezelf enorm sterk wil maken, wat ik vanuit mijn jongerenraad expertise heb opgenomen, is het belang van een ouderenraad. Want in de politiek zien we een enorme verjonging gaande. En dat is een ouderenraad een perfect instrument om dat ook zo tegen te gaan. Dat ook het belang van ouderen ook gediend wordt. En dat we ervoor zorgen dat ouderen zich ook gehoord voelen in de Overijssel en kunnen participeren. Kun je in 2 zinnen uitleggen waarom ik op jouw partij moet stemmen? Er zijn twee zinnen. Waarom we op ons moeten stemmen is omdat wij staan voor het vrijheid van het individu en onze ondernemers en boeren tegelijk willen steunen. Maar er zijn natuurlijk veel meer partijen die zich op die gebieden willen inzetten. Zeker, maar wij onderscheiden ons van andere partijen. Maar of ze staan niet voor de ondernemers, echt, want dat noemen ze dat dan op een bepaalde manier vies geld verdienen. Of ze staan hier echt volledig achter onze boeren. Ze willen toch meegaan in het oneigenen van boeren. En wij van Belang van Nederland zijn daar tegen. Hoeveel zetels verwacht je met jouw partij te gaan halen? Dat is aan de kiezer. We laten het aan de kiezer hoeveel zetels er worden. We hopen natuurlijk op veel. We hopen natuurlijk op wat echt te kunnen veranderen. Maar als we in ieder geval verkozen worden tot in de Provinciale Staten, dan zouden wij het enorm fijn vinden om toch het geluid van onze kiezers te laten vertolken in de Zwolle. Stel dat je niet gekozen wordt, wat ga je dan doen? Ik zou me dan nog steeds in blijven zetten voor de provincie of bij door middel van de jongerenraad waar ik nog steeds lid van ben. Of als burgerlid indien we 1 of 2 zetels halen. Dankjewel en veel succes. Dank u wel.